Facteur. Ah, Fernand, waar je geld aan tellen? Maar langer niet. Trouwens, hier valt niet veel geld te tellen. Dat is niet moeilijk als om 11 uur de winkel nog steeds potdicht is. Hè? Frans, jongen, de mensen zijn niet meer geïnteresseerd aan iets van waarde de dag van vandaag. Neem nu dat bord, hè. Dat is dus echt Delfts porselein. Hè. Made in Hongkong. Ja, dat is een drukfout. Hè. Zeg, Frans, maar dat is weer allemaal om te betalen. Die willen we failliet, zeker? Ja, man, een keer dat ze u weten wonen. Allee, salut. Zeg, Frans, wacht, Frans. Hier, zeg, wat denkt je van de beeldjes hè, voor uw Francine haar verjaardag? Allee, 30 euro. Ja, maar jij en Francine, jij hebt toch goede smaak, hè? Wel, Fernand, juist daarom. Een nozelfacturke! Man, miserie. Dag, Fernand. Oh, laat me gerust. Oei, ik ben al weg. Oh, alles valt weer tegen. Hè. De klanten blijven weg, die rekeningen blijven komen. Als de zaken niet snel beter gaan, dan... Dan zult je onze huur weer moeten opslaan. Voilà. Ja. Ja, maar dan zijn wij wel weg, hè, als je dat maar weet. Bieke, maar dat kost je wel 3 maanden opzeg. Hè. 3 maanden, hè. Oh, geld, Wolf? Bieke. Jij zit toch in de reclamebusiness, hè? Kunt je mij nu zo eens geen professioneel advies geven om de zaak beter te doen draaien? Oh, ja. Dat is niet moeilijk, hè, Fernand? Ja. Ten eerste, uw winkel nodigt niet uit om te kopen. Nee, dat is hier precies een stort. Stort, zeg. Hey, mijn toonzaal, niet beledigen, hè? Fernand, wilt je advies of niet? Ja. Ten tweede, uw toonzaal is slecht gelegen. Ja, ik zal nog eens gaan verhuizen. Echte antiquairs die hebben een chique toonzaal in de stad. Ja, ja. En ten derde... Een echte antiquair, hè? Die ziet er niet uit als een clochard. Zeg, ik een clochard? En wat? Oh, neemt eens een bad. Zeg, permitteer je nog maar iets, hè? En trekt een proper kostuum aan. Ja, ik heb nog geen kosten genoeg. En daar gaan er nog bij komen. Hoezo? Ah, binnenkort kunt u nog aan een factuur verwachten. Nog één? Van wie? Van mij? Oe. Voor het professionele advies? Mag jij ze geld, Wolf? Dag, Fernand. Oh, nieuw toonzaal. Een nieuw kostuum. En een bad. Ik... Jubelt om u heil. In excelsis Deo, gloria. Zeg, ma. Ja? Ziet je mij al zitten op zo'n machine? Billy, hier komt geen brommer in huis. Allee, please. Ik zal een week de afwas doen. Och. Gloria. 2 weken. Gloria. Een maand. Nee, Billy, nee, zeg ik. Allee, ik wil niet dat jij je te pretten rijdt tegen een boom, hè. Altijd als ik hier iets vraag, zeg je nee. Ik zou van u juist hetzelfde kunnen zeggen. Oh nee, je gaat toch niet terug beginnen zagen over dat kerkkoor, hè? Ah, jawel. Ons koor, dat zou nog een schone stem gelijk die van u kunnen gebruiken. Ziet je mij daar al staan tussen al die oude wijven? Oh, daar zitten niet alleen oude wijven. Vrouwen. Daar zitten een paar kei toffe meisjes tussen. Ja, een soorten wilt je zeggen. Hé, maar wacht eens. Misschien wil ik wel meezingen in dat kerkkoor. Echt? Ja. Op voorwaarde dat ik een brommer krijg. Oh, Billy. Maar alleen maar, zo krijgen wij toch allebei onze goesting, hè? Oh, ik zal er eens over nadenken. Oh, yes. Je bent de beste ma van heel de wereld. Kom eens. Oh, zeg, waar ga jij naartoe? Ah ja, ik heb afgesproken met Anne en Hilde. Ah ja, maar nee, dat zal niet gaan, hè, Billieke. Hier, het is straks repetitie voor het kerkkoor. Je zult bij mij eens nog een beetje moeten blijven oefenen, hè. Allee, probeer het eens. Glo. Ja.
Kom op, goed. Ja, hier, Mark. Kom op, kom op. Oké, okay, ja. Kom op, Johnny. Hup, hup. Ja. Allee, goed, Mark. Kom op. Wat is er nu? Zeg. Tja, mannen. Nog nooit een taxi gezien. Allee, Mark, kom op. Schieten. Sotralia! Meneer Depree? Ja, zeg meneer Depree, ik bel voor die prachtige ruime toonzaal in het centrum van de stad. Hè. Wat moet dat kosten? 10.000 euro? Per maand? Zeg, afzetter? Jij denkt zeker dat ik een ezel heb die geld schijnt? Voor wat is het? Oh, madame de Trevery. Fernand, ik ben blij dat ik je nog eens zie. Je ziet er even charmant uit. Zeg maar, de garage is hier al veranderd, hè? Ik herken mij hier niet meer. Wat kan ik voor u doen? Oh, Fernand, veel. Heel veel. Wilt je iets kopen? Ah, wel, dat is goed. Kijk dan maar eens rustig rond. Ja, maar Fernand, sinds onze laatste rendezvous zet je geen minuut uit mijn gedachten geweest. Zeg, maar vel uit mijn slos. Ja, maar ik zie je graag, Fernand. Man, zeg. Je geeft mijn leven weer een doel. Fernand, wilt je met mij door het leven gaan? Of van madame de Tremery. Ja, maar zeg toch zo zet. Madame de Tremery, wij zijn er toch veel te oud voor. Oud? Oud? Maar je bent toch maar zo oud als je voelt. En ik voel mij weer 20. Ja, ja, maar ik niet. Voilà, ja. Ziet je, dus wij passen niet bij elkaar. Ja, maar Fernand. Zeg, laat mij eens gerustig. Ik heb al miserie genoeg. Oh. Het is mijn dag weer vandaag. Ja, maar eerst die rekeningen. Dan die Pippo met zijn 10.000 euro huishuur. En dan die bulldozer. Zet, wacht, kom terug. Zeg, madame Georgette, maar eigenlijk zie ik u ook een beetje graag. Ja? Ja. Gelijk jij mij daar juist hebt afgestout. Ja, goed, maar een zelfstandige heeft zoveel rond het hoofd. Hè. Dus ik wou u zeker niet kwetsen. Fernand, Nantje, je bent zo lieverken. Ja. Oh, waar heb jij die valies voor nodig? Ah, wel, Fernand, maar ik kom toch bij u inwonen? Inwonen? Ja, op onze leeftijd heb je niet zoveel tijd te verliezen. Ja. Madame de Tremery. Je moet niet zo staan gapen. Je zult mij hier nog dikwijls zien. Is die waar, Nantje? Ja, zo. We gaan samen wonen. Maar blief. Ik ga weer wat afwissen. Ja, ja. Ik zal niet lang wegblijven. Oh, maar je moet u vooral niet haasten. Georgette. Meneer Depree, voor die toonzaal, zeg. Ik heb een ezel gevonden. Inderdaad, één die geld scheidt, ja. Maar DDT bij Fernand, wat komt die daar zoeken? Antiek. Maar DDT is zelf een stuk antiek. Ja, en tante die gaat er nooit geld geven aan die rommel van Fernand. Oh! Ma. Zal toch niet waar zijn, zeker? Misschien wordt DDT vrijgelaten. En komt zij hier de boel opkopen. Die wil daar niet meer buiten. In de bak, gratis kost dat niet, wordt mijn gedachte. Weet je wat ik denk? Dat het tijd is voor de tournee-generaal. Ik denk dat Fernand tante heeft uitgenodigd. Ja. Allee, en waarom zou Fernand dat nu doen? Bah, om haar te pluimen natuurlijk. Gelijk een kiekje. Hey. Zeg, kent je het koppel van het jaar al? Ja, Fernand en die oude schuur zeker. Ja, ja, en ze staat ferm in brand. Die gaan al samen wonen. Dat meent je niet, hè? Die is gewoon uit op haar geld. Oh, op mijn erfenis. Ja, nu zitten wij wel met twee ambetante rikken naast de deur. Ja, en dat is pas miserie. Man, man, man. Zeg, en ma DDT, dat is geen simpele. Hè. Daar gaan we nog mee afzien. Paul,
Die oude schuur is uw tante. Jij kunt ze blussen. Hoe moet ik dat doen? Bel de pompiers. Ja. Dat vind ik echt een van mijn favoriete nummers. Hé, hey, Marcella. Dag, Gerard. Welgekomen. Allee, kom, Billieke, kom. Amai, dat is hier een saaie boel. Precies een bejaardenhoon. Wie gedraagt u, hè? Jij had gezegd dat hier ook keitoffe jonge meisjes gingen zijn. Ja. Ja, kijk, voilà. Daar komt er al eentje, hè. Jezus, wat een trezebees. Nee. Elisabeth is van Goedenhuizen. Allee, ik zal u eens voorstellen. Zeg, en stikt uw hemd eens in uw broek. Mevrouw Konings. Ach, mevrouw Van Hoek. Hallo. Dat is nu mijn zoon, Billy. Billy, dat is mevrouw Konings en haar dochter Elisabeth. Hè? Aangename kennismaking, jongeman. Uw mama heeft al veel over u verteld. Niet waar, Elisabethje? Ja, mama. En onze Billy komt meezingen. Hij zegt niet veel, hè? Ben je een beetje verlegen, jongeman? Elisabethje, ga jij met Billy een zangboek halen? Ik had nooit gedacht dat ik u hier zou zien. Kent jij mij dan? Ja, maar natuurlijk. Kent je mij niet meer? Kijk eens goed. Elsie, nee. Maar wat is er met uw haar gebeurd en met uw kleren? Ja, mijn moeder wil dat ik er deftig uitzie als we naar het zangkoor komen. Jij bent echt de laatste die ik hier had verwacht, hoor. Ja, ik zing mee omdat ik anders niet mag uitgaan. Ik doe het voor een brommer. Wauw. Mag dan toch wel eens meerijden, zeker? Jij mag nog veel meer als je dat wilt. Klikt precies wel, hè, tussen jullie twee. Oh, ik ben zo blij dat hij eindelijk eens met een fatsoenlijk meisje omgaat. En Nantje? Ja, zo zit ze. Draai de commerce een beetje? Oh, niet zoals het zou moeten, hè. De mensen vinden hun weg niet naar hier, zo. Allee, allee. Maar ik heb de weg naar u toch ook gevonden? Ja. Maar ik denk er toch sterk over na om met mijn toonzaal te verhuizen naar het centrum van de stad. Ja, dan zult je wel weten wat betalen. Of heb jij misschien een ezelke staan, hè? Deze niet. Ik ben op zoek naar investeerders. Sorry, Nant, maar zaken en privé houd ik liever gescheiden. Boah, ik niet. Tante, hebt jij misschien één minuutje? We hebben elkaar niets meer te zeggen, neefke. Voor mij, hè, zet je zelfs geen familie meer. Nou, kom, ik weet dat jij dat niet meent. Zeg, tante, kom straks bij ons eens lekker eten. Hè? Ja, dan kun je weer eens proberen haar te vergiftigen. Ja, hè? Zeg, nou, moet u niet. Nantje heeft gelijk. Ik ben het toch niet vergeten, ze, dat je mij hebt willen drogeren? Oh, dat was verkeerd. Ja. Maar Doortje en ik, wij willen het nu echt goed maken. Ja. Maar daar is het te laat voor. En als je ons nu alleen wilt laten... Ja. Maar tante Fernand is niks voor u. Zie dat nu toch eens zien? Daar zal ik zelf wel over oordelen. Nantje ziet mij graag. Ja. Nantje ziet vooral uw geld graag. Oh, dat niet waar is, hè. Ik huis zijn op het geld van de tante. De enige die op mijn geld uit is, hè, dat zijn jij. Ja, dat is jij. En nu we het toch over mijn geld hebben, hè. Ik heb besloten van in Nant zijn zaak te investeren. Wat lief? Je gaat je geld toch niet steken hier in dat rommelkot? Ik doe met mijn geld wat ik wil. En nu buiten! Ja, rustig, buiten, tante. Buiten, buiten, ja, maar ik heb buiten! 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 Georgette, maar meent jij dat echt? Ik steeg het liever in uw zaak dan in dat stukje neef. Yes! Ah, Georgette, maar jij bent geweldig! Jij hebt precies ook goesting, hè? Goesting? Ja, goesting. Nu we een koppel zijn, moeten we ons toch voor niemand niet meer inhouden? Nou, dan zit je toch niet hier. Oh, maar nu begrijp ik het.
Jij wilt van de eerste keer naar de slaapkamer, hè? Deugt niet dat ik kom. Georgette, ik ben een diepgelovig mens. Ik wil geen seks voor het huwelijk. Maar jij trekt me zo aan, Lantje. Sorry. Ik wil me volledig aan u geven. Sorry, Georgette, maar mijn geloof staat dat niet toe. Spijtig. Maar ik respecteer het. Dank u. Maar... dan zullen wij apart moeten slapen. Je vindt dat toch niet erg, Nantje? Nee. Je gaat verschieten, hoor. Hier. Blijven staan. Oogstjes toe. Je mag kijken. Tadaa. Wat is dat? Jij wou toch een brommer? Ja, maar geen trottinet met een moteur, hè. Oeh, is het niet goed? Nee, ik wil een echte brommer. Eén waarmee ik indruk kan maken. Maar jij hebt toch al indruk gemaakt? Op Elisabeth? Ja. Oh, hoe dat die naar u zat te kijken. Oh, my zo. Zeg, en jij hebt daar precies toch ook graag, hè? Dat gaat. Ze komt straks langs. Oh, echt? Maar dat vind ik nu fijn, ze. Elisabeth, dat is een keurig verzorgd en een welopgevoed meisje, hè? Ja, ja. Ela, bakkes. Oh, juffrouw. De poesiekat is twee straten verder, hè? Ik heb afgesproken met Billy. Maar dat kan niet. Oh, mijn Billy die spreekt niet af met meisjes van dat soort. Allee, kom, ga maar. Ja, maar ik heb... Maar, zeg, heb jij mij niet goed gehoord? Mijn Billy die verwacht een fatsoenlijk meisje, ja? Maar alleen maar, herkent je Elisabethje niet meer? Dag, mevrouw. Oh. Jij ziet er zo anders uit. Ja, cool, hè? Zeg, gaat je mee naar mijn kamer? Oh, ja. Ja, maar, niks van. Maar je hebt daar toch geen tijd voor, Billy? Je moet nog je huiswerk maken. Ja. Wat op de repetitie dan, hè? Oh, ik denk het niet, hoor, juffrouw. Hij heeft zoveel werk voor school, hè. Ja, ze... doe de groetjes aan uw moeder, hè. Dag. Ja, we zitten dus opgescheept bij Fernand en dan Nijlpaard. En dan Nijlpaard moet weg. En hoe gaan we dat doen? Ik zou het s'nachts kunnen gaan spoken. Boe! Jij denkt toch niet dat tante schrik heeft van een spook? Ah, nee, ze heeft er nu één in huis. No. We moeten doen zoals bij de mollen. Uitroken. Xavier Nenek, er moet een simpele oplossing zijn. We moeten... Oh, die is er? Op wie is Fernand echt verliefd? Oh. Voor wie laat hij alles en iedereen vallen? Carmen. Voilà. Carmen, die is toch bezet? Oh, goed gezien, Markske. We kunnen toch doen alsof? Ja. Wie zegt dat ik wil meewerken? Jij doet dat voor de club, mijn gedag. Oh. Mijn ventje gaat dat nooit goed vinden. Hé, Sjoeke? Toch wel. Oh ja, je zou dat dus goed vinden dat er een vreemde vent achter je vrouw zit. Omdat ik weet dat ik u kan vertrouwen, hè, Sjoeke. Oh. Jij zou mij nooit bedriegen met Fernand. Dat is waar. No. Met Fernand niet, nee. Oh. Met Fernand niet, zegt ze. Maar geef me nog 2 dagen en dan kan ik zeker al die huurwaarborg betalen, hè. Oké. Bedankt, meneer Depree. Man. Zeg, wat gebeurt hier allemaal? Is het bij mij een paar spullen komen ophalen? Een paar spullen? Hij heeft precies heel uw inboedel opgeladen. Ja, kom, draag dat maar naar binnen. Ik voel nu mijn rug niet meer. Oh, die kan opeens veel te hard in. Maar sukkelaar toch. Maar dan moeten we daar iets aan doen. Gaat jij vanaf nu op de canapé slapen? Ah nee, we gaan trouwen. Trouwen? Dat zal het beste zijn voor iedereen. En dan kunnen we samen in één bed liggen.
lekker ja. Maar je zei toch niet vergeten dat je in mijn zaak gaat investeren. Nee, maar eerst gaan we trouwen. Ja, maar ik heb dat geld met vlucht nodig. En dan moeten we vlucht trouwen. En dan ben ik altijd de uwe. Voor altijd, Nantje. Ik ga vlug de pastoor gaan opbellen. Denk aan haar centen, Nantje. Allee, Mark. Julian! Ah! Oké. Jongen, zoeken. Wat krijg jij nu? Ik wil u nooit meer zien, Xavier. Hier, pakken. Wat heb ik gedaan? Oh, dat is juist. Je hebt niks gedaan. Hoe lang is het geleden dat je nog eens gezegd hebt, Carmenneke? Ik zie u graag. En hoe lang is het geleden dat we nog eens gevreden hebben dat de stukken eraf vlogen? Oh, ja, zo lang dat je het vergeten bent. Maar ik ben dat beu, Xavier. Jarenlang heb ik mij voor u uitgesloofd, u zatte botten verdragen. En dat is nu gedaan. Ik wil nog iets van mijn leven maken. Hé, mijn vogeltje. Hier, pakken. Carmen, jij mag mij niet alleen laten. Wij hebben elkaar nodig. Ik heb u niet meer nodig, Xavier. Ah, nee? En wie gaat er 's nachts in bed uw voeten verwarmen? En 's winters in het donker de vuilbakken buiten zitten? Ik zal wel een andere vent zoeken. Adieu. Carmen, nee! Bernard, kom, we gaan naar binnen. Ja, jij hebt ook Balchal zijn kopij. Oeh, wat wil je dan mee zeggen, meneer Boma? Nu dat je de liefde van uw leven hebt ontmoet. De liefde van mijn leven, zeg. En Carmen is vrij. Kom, Carmen! Fernand! Allee! Mama. Mijn herder zijt gij, o mijn heer, aan niets ontbreekt het mij. Billy, waar zijt gij mee bezig? Ik oefen al een beetje voor de repetitie. Dus je wilt ermee doorgaan? Ja, ik geef het niet zo graag toe, maar het kerkoor ligt me wel. Oh, dat kerkoor, maar Billy, dat is nu toch echt niks voor een coole jonge gast gelijk jij. Ik vind van wel. Maar, ja, hier, die liedjes. Die zijn toch echt saai, hè? Ja, mama, het moet niet altijd Metallica zijn, hè? Mijn herder... Ja, Billy, toch blijft het raar, hè? Een jonge gast is zo'n hoop oude wijven... bejaarden. Uw vrienden gaan u nogal uitlachen, ze. Ah, wel, laat ze maar lachen. Ik voel mij daar goed. Maar Billy, ik wil dat jij stopt met dat koor. Ja. Allee, je mocht mij alles vragen, hè. Als je er maar mee stopt, hè. Ah, wel. Dan wil ik een echte brommer in de plaats van die trottinet. Oh, Fernand. Wat konde jij hier doen? Madame Carmen. Jij moest eens weten hoe lang ik hierop heb gewacht. Eindelijk zijt gij vrij. Oeh, je blijft eens met uw handen van mijn lijf. Profiteur. Verschoning, madame Carmen, maar ik zie u zo graag. Hè. Elke keer dat ik u zie, dan... Oh, man. Oh, jij kunt zeggen wat je wilt, hè. Oh, madame Carmen, mijn hart klopt alleen voor u. Hier. Voel maar.
Van de eerste keer dat ik u zag, wist ik het. Gij zijt de vrouw van mijn dromen. Knap, temperamentvol. Goed voorzien van... Oh, man, man. Carmen. Geef me de kans om u gelukkig te maken. Ik beloof u dat ik u trouw zal blijven. In goede en kwade dagen. In ziekte en gezondheid. In armoede en rijkdom. Amen. Jij meent dat precies. Ja, natuurlijk. Oh, wij gaan het goed hebben. Jij en ik. En neerroken. En deurroken. En benet. Ah, wel, Fernand, ik wil dat proberen. Ik ga rap wat kleren bijeenzoeken. En dan kom ik bij u wonen. Hè? Bij mij? Maar dat gaat niet. Ga Georgette woont bij mij. Wij gaan trouwen. Maar wat heb je dan allemaal juist zitten te vertellen? Ja, madame Carmen, maar ik doe dat voor u. Hè. Ik trouw met Georgette voor haar geld. Hè. Dan kan ik die toonzaal in de stad huren. Ja, en als ik dan haar centen vast heb, hè, dan scheid ik van haar. Hè. En dan kunnen wij samen een nieuw leven beginnen. Mm. Oh, maar moet ik dan nog zo lang wachten? Maar nee, natuurlijk niet. Intussen kun je toch mijn maîtresse worden. Maar blijf al. Tussen. Ik wil geen tweede keuze zijn, Fernand. Je zult moeten kiezen. Voor de liefde. Of voor het geld. Geld? Maar ik mag wel zijn maîtresse worden. Ja, wel. Ja. Serieus? Amai. Tof. Zeg, maar we kunnen ma DDT toch vertellen hoe het zit? Ze zal Fernand dan rap laten vallen. Ja. Nee, tante gaat ons toch nooit geloven? In haar ogen is Fernand nu de goeie. Jawel. En nu? Maar we moeten... Ik heb een idee. Jij gaat weer de papier bellen, zeker? Nee. Ja. Zo. Oké, Paul, we moeten nog draaien, hè? Ja. Terug. Ja, dat gaat u wel wat kosten, als je dat maar weet. Ja, maar het is toch voor het goede van de zaak, hè? Allee, zeg! Ja, mannen, ik zie hem aankomen. Ja. Kom, vlug. Ja, maar kom. Voorzitter, kom nu. Ja. Alles geven, Carmen. Ja. Oei, het dopje zit nog voor de lens. Alles oké. Okay. Ah, madame Carmen, welke thermostaat moet ik hierbij regelen? Oh, de mijne. Wat zeg. Dan laat ik mij geen twee keer zeggen, hè. Ik krijg het hier al helemaal warm. Ja, die heeft de lens afgedekt. Georgette. Zeg, je gaat mijn avond toch niet bederven, hè? Nee, maar ik wil weten waar ik sta. Maar ik heb het u toch allemaal uitgelegd? Kom, laten we nu maar genieten van elkaar. Verdomme, wat doe je met die cassette? Hoi, vergeet het in de camera te steken. Fernand. Carmen. Ik heb wel een gelucht mee. Ik ben nog maar pas begonnen, hè. Fernand. Ik. Zeg, Mark. Wat doe jij hier? Ah, meneer Fernand. Ik was vergeten het cassetje in de camera te steken. Ja. En actie. Kom, Fernand. Wat gebeurt er hier allemaal? Man! Mevrouw Dorothea? Wat komt jij hier eigenlijk nog doen? Wow.
Is het al zo laat? Ja. Hey, wat zei jij van plan, Willy? Ah, ja, ik breng Elsie naar de repetitie. En onze afspraak dan? Ja, de afspraak was dat ik niet meer ging meezingen in het kerkkoor. Over Elsie heb je niks gezegd. Ja, maar... Oh. Allee, dus alle moeite is voor niks geweest. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan, hè. Het is allemaal de schuld van dat kieken, hè. Ja. Ah, madame Pascal geeft mij eens een vieukje, want ik heb iets te vieren, hè. Ja. Ah, je komt ons toch een beetje in ons gezicht uitlachen, ja. Fernand. Je moogt blij zijn dat ik het eindelijk zal maken als antiquaire, hè. Ja, maar het huurcontract met die toonzaal is getekend, hè. En dat allemaal met het geld van mijn tante. Oh. Ja, je moest beschaamd zijn. Goedemorgen. Ah, Fernand Kostermans. Notaris Dubois. Ah, notaris, het is niet waar. Mijn onkel Gaston is nu eindelijk dood. Ja, dat werd tijd, hè. Het spijt me, meneer Kostermans, maar ik kom hier niet voor een erfenis. Nee, voor wat dan wel? Mevrouw Georgette Ferret heeft gevraagd een huwelijkscontract op te maken. Georgette Ferret, een huwelijkscontract? Ja. U wilt toch trouwen? Willen. Dat is eerder van moeten, hè. Maar heb je daar echt een contract voor nodig? Mevrouw Ferret heeft gevraagd een contract te maken... met scheiding van goederen. Wat houdt dat juist in? Dat houdt in dat we een gedetailleerde lijst moeten maken... van al jullie eigendommen. Haar bezittingen blijven van haar, natuurlijk. En uw bezittingen blijven van u, uiteraard. Ja, maar dan wilt u zeggen dat... Dat tante nu goed liggen heeft, ja? Hey, je zult er nooit kunnen van ondermuizen met haar centen. Maar afwijzig, maar dat is toch niet eerlijk? Ja. Ah, meneer de notaris. Ah, Fernand, hier zijt. Georgette, is dat nu echt nodig van het huwelijkscontract? Natuurlijk is dat nodig, dat moet zelfs. Dan zijn er later geen discussies mogelijk. Allee, Fernand, zo'n contractje, wat maakt dat nu uit? Ja, zeg, jij trouwt toch uit liefde? Allee, kom, we gaan dat rap eens regelen, hè? Maar nee, ik wil dat niet. Ik heb het daar niet voor over. Wat wilt je daarmee zeggen? Ah, wel, dat het afgelopen is tussen ons. Ga die boeltje maar pakken, hè. Ik wil je nooit of nooit meer zien. Maar nu kan ik die huishuur van die toonzaal niet betalen. Dan zal ik dat contract moeten annuleren. Annuleren? Dat kost je wel 3 maanden opzeg, Fernand. 3 maanden, 30.000 euro. Hé, hey, uwe pak de poetje met madame Verret is mislukt met gedaan. Man. Miserie.